Deze week in de landbouwmechanisatie Zomertour. Halen Jasper en Chris de tent op bij de dealer? Legt Mark Mol uit hoe Pekon de bumper bouwt? En maken de mannen de trekker klaar voor vertrek? Wat een mooie tour op, ja. Dit is Chris Vlaanderen en dit is Jasper Lens. Voor het vakblad Landbouwmechanisatie gaan zij een week lang op roadtrip door Nederland en België. En dat doen ze met bijzonder vervoer. Een Fendt 1050 Vario. En dat allemaal om zoveel mogelijk leuke en bijzondere verhalen te verzamelen. Dit is de Landbouwmechanisatie Zomertour 2017. De dag begint in het chique Baren bij de importeur van de daktent. Want ook dit jaar slapen Jasper en Chris weer achter op de trek. Jasper maakt zich wel een beetje zorgen om de beperkte ruimte die hij met zijn collega moet delen. Maar gelukkig heeft Maurice van daktent.nl goed nieuws. Hij is echt zo'n stuk breder. Maakt veel uit. De tent ligt achterin en de mannen kunnen door richting Etten-Leur. Peters landbouwmachine stelt namelijk de bumper beschikbaar. En Mark Mol legt graag uit hoe ze zo'n bumper bouwen. Voor de landbouwmechanisatie Zomertour hebben wij speciaal een nieuw model bumper ontwikkeld wat geschikt is voor de Fendt 1050. En vandaag gaan we zien welke stappen we daarvoor doorlopen om tot een eindproduct te komen. Te beginnen met de engineering doen wij volledig binnen huis. Ontwerpen het product in 3D software waarna deze data verstuurd wordt naar betreffende snijmachines en het plaatmateriaal vervaardigd wordt. Waarna door onze lassers in de fabriek gemonteerd gaat worden. Waarna het product uiteindelijk zijn weg zal vinden naar de eindmontage, waar verlichting wordt aangebracht en desnoods betreffende bedrijfstukken. Goedemiddag, vanuit de zon overgoten België, onderweg naar Alter de Muink, waar we de tent voor de zomertour gaan installeren op het frame dat Lemke voor ons gemaakt heeft. Ja, we zijn zojuist even opgehaald in het park. Een kleine wereldreis. En dan gaan we weer beginnen. Bijna. Zomertour 2017. De Fendt 1050 staat al klaar bij de Muink in Aalten. En voor dat mechanisatiebedrijf is het niet de eerste trekker uit de 1000-serie die op het terrein staat. Sinds eind vorig jaar is de nieuwe reeks van Fendt de 1000-serie gekomen. En we hebben daar twee klanten reeds gelukkig kunnen mee maken, zijn de Heert Nimmeheer. En ietsje later heeft de firma Hodevrouw uit Oudenaarde een 1042 gekocht. Na het opbouwen van de tent moeten de jongens nog wat stickers van de sponsoren plakken. Hans de Muink, de broer van Frank, helpt graag een handje. Wat een mooie tour op, ja. Ja. We hadden een knok ook gehoord. Ja. Dit is de place to be door. Zo, de kampeeruitrusting is compleet. Om maandagochtend extra vroeg te kunnen beginnen slapen Jasper en Chris in een bed and breakfast. Nog één nachtje in een echt bed. We starten bij de Muink, ongeveer 2-3 kilometer hier vandaan. En daar staat als het goed is het ontbijt klaar. En onze trekker, de Fendt 1050. Niet minder belangrijk. Ja. Morgen is zover, zomertour 2017. Mooi jongens, drink niet te veel hè. Volgende week in de landbouwmechanisatie Zomertour gaan Jasper en Chris langs bij een van de eerste Fendt 1050 gebruikers. Krijgen ze een rondleiding door de landbouwschool van Roeselare en nemen ze een kijkje in de nieuwe fabriek van AVR. Je ziet het allemaal volgende week in de Landbouwmechanisatie Zomertour.